lieve kijkers, in deze video ga ik jullie mijn lippenstift / lippenbalsem / laten zien. Zoals jullie zien zijn er niet zoveel van, maar ja, ik ben niet echt zo'n lippenstift fan. Af en toe als ik een leuke kleurtje zie, dan koop ik het, maar voor de rest, ja. Zoveel heb ik in principe gewoon genoeg, maar er komen er sowieso wel misschien in de toekomst gewoon nog meer bij, dat kan ik nu nog niet zeggen. Laat je deze video leuk, doe alvast een blauw duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan via de dingetje hieronder. Of via de link in de beschrijving. Dat zou mij enorm helpen. Dus laten we nu beginnen. Allereerst wil ik beginnen met de lippenbalsams. Zoals je ziet, ik heb ze gewoon in een potje gedaan. Ik heb er 4 in totaal. Ik heb er wel nog meer van de Maximor, maar daar vertel ik zo meteen meer over. Allereerst wat opvalt is deze dingetje hier. Deze lip liner. Deze is van de Rimmel London. Full color lip liner in de kleur 05. Onder mijn spel. Zoals jullie weten, lip liners zijn best wel goed. En als je hem opendraait, ziet hij er zo uit. Zo'n beetje in de punt loopt hij. En ik zal hem nu even swatchen. Dit gebeurt er dus als het te creamy is. Zo ziet hij eruit. Behoorlijk mooie kleur, lekker mooi gepigmenteerd. Zoals ik al zei, creamy, dus hij brengt lekker goed aan. Alleen het een beetje een nadeel is dat je met deze echt je lippen eerst moet het liefst scrubben en verzorgen en dan pas deze opdoen. Want anders als die uitdroogt, dan gaat die brokkelen. En dat wil je natuurlijk ook niet hebben. Stel je hebt een, hoe noem je dat, overdrawn gemaakt. En dan wil je natuurlijk niet dat die gaat brokkelen. Ik ga allereerst beginnen met de lippenbalsams. Dit zijn 3 lippenbalsams van Maximor. Ik heb er nog veel meer in een hele stash, zeg maar. Volgens mij 9 à 10 stuks. Ik zal een video hieronder in de beschrijving zetten die erover gaat. Dus dan kunnen jullie ook zien welke pakketje ik bedoel. Dit zijn de 3 voorbeelden. Volgens mij heb je alleen maar deze 3. Dus ja, en deze gebruik ik ook dagelijks. Deze is de amandelolie. Deze licht blauwe. Deze donkerblauwe is de arkanolie. En deze, dat is de kokosnootolie. En zelf vind ik kokosnoot het fijnst. Maar ja, ik hou ook van kokosnoot, dus ja. Maar ja, in ieder geval deze 3. En een video in de beschrijving die, waar je kan zien hoe die hele pak eruit ziet. Dan de volgende lippenbalsem die ik heb, dat is van Babylist. Of Babylips van Maybelline New York. Hij is rood zoals je ziet. Hij geeft niet af. Tenminste, hij geeft geen kleur af. Dus dat is deze. Door naar het volgende. Dat is de Maybelline New York Vivid Matte Liquid. Hij ziet er zo uit. Het is de kleur 05 Nude Flash. En de swatch ziet er zo uit. Ik ben niet echt goed in swatches, maar ja. Zo ziet de swatch eruit. Dat is deze kleur. Het ziet er heel leuk uit. Het is een liquid lipstift, maar boterachtig. Dus ja, hij droogt niet. Het is eigenlijk een matte kleur, maar hij droogt niet compleet mat op. Dan een hele mooie rode lipstift van Rimmel London in de kleur 810, de matte, de matte factor. Wow, zo ziet hij eruit als hij open gaat.
Hele mooie kleur. Ik ga hem nu even swatchen voor jullie. Zo ziet hij eruit als je hem geswatcht hebt. Hele leuke kleur, vind ik. Deze is wel mat, maar alsnog een beetje boterachtig. Dus ja. Als je hem een beetje uitveegt, krijg je dit gelijk. Ja, deze draag ik bijna nooit. Omdat ja, ik hou niet van zulke lipstiftjes die, als je ze aanbrengt, dat ze, nadat je bijvoorbeeld gedronken hebt of wat dan ook, dat ze zo uitvegen. Dus dat is wel jammer. Het volgende, dat is de Saffron London Glitter Lipstift. Hij ziet er zo uit als je hem opent. Heel mooi groot kan die worden. Ja. Ik zal hem even swatchen. Een mooie glitterkleur zoals je hier ziet. Dan heb ik de W7 in de kleur Coconut Ice. Deze heb ik uit Big Bazaar, dat kan ik me nog goed herinneren. Hij ziet er zo uit als je hem opent, helemaal, kijk, echt een hele mooie kleur. Beetje, ja, beetje icy-achtig. Kijk hoor, op de swatch. Zo ziet hij eruit op de swatch. Ja, je ziet hem niet zo goed. Dan een recente lipstift die ik heb gehaald. Dat is deze van NYX. In de kleur MLS05. Zo ziet hij eruit. Prachtig. Ik vind hem echt prachtig. Heel mooi. Je ziet dat het mat is. Ja. Het is gewoon ongelooflijk. Dus dat was deze. Dan heb ik er nog een van Essence volgens mij. Of iets met de E in ieder geval. Als jullie weten wat dat is. Let me know. Volgens mij is het niet Essence. Maar het zou ook best Essence kunnen zijn. In ieder geval de matte mat 04. Dit is de kleur. Hij ziet er ook heel mooi uit. Net als deze in principe. Tenminste, ja, zien jullie het? De textuur, of ja, hoe je dat ook wil noemen, is bijna hetzelfde. Deze is gewoon ook mat, ook goed. En dat voor Essence. Dus of het Essence is, ik betwijfel het. Het is wel een make-up merk wat in Nederland te kopen is, dat wel. Dan zijn we nu weer aangekomen bij het laatste lip product. Dat is de, even kijken hoor. Ultimate Stay 080 Passion Red. Zo ziet hij eruit. Ik weet alleen niet van welk merk het is, maar zo ziet hij eruit. Deze is meer ook boterachtig. Net als deze. Maar ook zoals je ziet heeft hij best wel goed pigment. En ja, hij is mooi rood. Dus als dit mijn lipproducten stash. Vonden jullie het een leuke video? Duimpje omhoog. En ben je niet geabonneerd? Abonneer via de onderstaande link om niks meer van mij te missen. Ik zal hieronder in de beschrijving neerzetten waar ik alles heb gehaald, hoeveel alles kost. En linkjes erbij als ik het kan vinden. En ja, dan wil ik jullie hartelijk danken voor het kijken. En dan zie ik jullie volgende week weer terug met een compleet nieuwe video. Doei doei!